Ik sta hier op een plek die werkelijk zwanger is van geschiedenis. Hier deze merkwaardige markering waar die stoom uit opstijgt. Dat is precies de plek waar de muur liep van het Romeinse castellum wat hier ooit heeft gestaan. Want dat Domplein, dat is eigenlijk 2000 jaar concrete geschiedenis laag voor laag aanwezig. En de eerste laag is de laag van dat Romeinse castellum, waarvan je hier dus eigenlijk ziet waar een van de muren liep. En waarom stond dat Romeinse castellum hier? Omdat hier de noordgrens van het Romeinse Rijk liep. En nu is de vraag natuurlijk, waarom liep die limes dwars door de provincie Utrecht? Zo'n 2000 jaar geleden, bij het begin van onze jaartelling, domineerden de Romeinen eigenlijk de hele ons toen bekende wereld. Ze hadden een reusachtig rijk veroverd, waarvan de Middellandse Zee het centrum vormde. Ze noemden ook de Middellandse Zee het Mare Nostrum. En wij moeten ons die Romeinse beschaving voorstellen als zeer hoog ontwikkeld. In allerlei opzichten hebben we pas in de loop van de 19e eeuw zaken ontwikkeld die beter werkten dan ze bij de Romeinen werkten. Die Romeinen hadden een verbijsterende expansiedrift. Nadat ze dus heel Italië hadden veroverd, een heel groot deel van het Middellandse zeegebied, besloten ze ook West-Europa te veroveren, Noordwest-Europa. En dat is ze niet in alle opzichten makkelijk afgegaan. Want het bleek eigenlijk dat die lokale bevolking, met name in Duitsland en ook wel in Noord-Nederland, in staat was tot een hele interessante guerrilla-oorlog waartegen die goed georganiseerde Romeinse legers eigenlijk niet zoveel bleken te kunnen doen. Na enige jaren kozen de Romeinen eieren voor hun geld. En ze besloten om de Rijn te gebruiken als grens van hun rijk in West-Europa. En wat wil nu het geval? De hoofdstroom van de Rijn liep toen dwars door onze provincie. Ik heb dit meerdere malen aan allerlei vrienden en kennissen laten zien, dit Romeinse wachttorentje. En al die tijd dacht ik, ik zou er wel eens in willen kijken. Tjonge, jonge, jonge zeg. Die kraaien of wat het voor vogels zijn, die hebben hier flink wat werk geleverd. Ja, het is hier werkelijk een enorme puinhoop. Je kunt het zien wat de vogels hier tot stand hebben gebracht. Het is doodzonde dat het zo verwaarloosd wordt. He, dan zijn hier allerlei nuttige informatieborden. Ik zou zeggen, maak het schoon. Zorg dat het op zijn minst redelijk wordt onderhouden. En open het twee weekends in de maand. Ik denk ook dat opgroeiende kinderen het heel leuk zouden vinden. Ik zou het in ieder geval heel leuk vinden. Hier rechts van mij lag een enorme Romeinse legerplaats, Fectio geheten. Dit was namelijk een nogal strategische locatie. De Romeinen hadden hier alles een tijdelijk kamp gebouwd in het kader van die oorlog tegen die Galliërs en die Germanen. Dus er was alle reden om dat dan hier nog maar te continueren. Maar ook was dit een belangrijke plek omdat hier de splitsing van de Vecht en de Rijn bewaakt kon worden. Dus ook dat is een reden voor dat grote fort. En u ziet, er is niets meer van te zien. Maar onder de grasvlakte is nog van alles aanwezig.
ook allemaal leuke borden hebben ze opgehangen. En dan kun je er dus niet in en wordt het sterk verwaarloosd. Het is echt zonde gewoon. Ik begrijp dat niet. Ja, we gaan hier naar beneden en we gaan meters diep kijken eigenlijk naar restanten van de poort van het Romeinse kastellum. De Romeinen hebben die Rijngrens op indrukwekkende wijze systematisch versterkt. Overal werden castella gebouwd, daartussen werden weer wachttorens neergezet. En ook hier, we bevinden ons hier onder het niveau van het Domplein, in Utrecht werd een kastellum gebouwd. En waarom hier? Omdat er hier een doorwaadbare plek in de Rijn was. Trajectum. Het woord wat nog steeds teruggevonden kan worden in de naam van de stad Utrecht. U moet zich voorstellen dat rond zo'n Romeins kastellum de lokale bevolking woonde. Die handelde met die Romeinen, die hadden alle mogelijke contacten, maar we kunnen er wel van uitgaan dat de contacten ook bepaald niet ideaal waren, want er zijn zeer regelmatige opstanden geweest. Kort voor het jaar 70 na Christus is het fort volledig verwoest bij zo'n opstand. En later is dat nog wel eens een keer gebeurd en omstreeks 200 is het hele fort door de Romeinen, om het zo solide mogelijk te maken, in tufsteen opgetrokken. Tufsteen wat afkomstig was uit de Eifel en daar ga ik nu mijn hand opleggen. Ik leg mijn hand op de restanten van het Romeinse Rijk. Lang geleden, ergens rond 200 na Christus, door een, ja, ik ga nou zeggen Romeinse metselaar, maar dat weten we natuurlijk helemaal niet. Waarschijnlijk maakten ze gebruik van lokale ambachtslieden. Daar kun je rustig van uitgaan. Ik denk dat ze zelf niet veel gemetseld hebben hier. Ja, u zou het zo niet zeggen, maar dit weinig tot de verbeelding sprekende weggetje, een soort fietspad zou je het kunnen noemen, dat is eigenlijk de Limesweg. Hier onder dit wegdek loopt de Limesweg die de Romeinen ooit hebben aangelegd langs de Rijn. Aan die kant waren moerassen en aan die kant waren de krommingen van de Rijn. En daarover gaan we praten met Erik Graafstal, die ooit hier op deze plek een Romeins schip heeft gevonden en ook de restanten van die Limesweg. Erik, ik begrijp dat hier dus van allerlei restanten van die Limesweg zijn gevonden en dat daar nog van alles van over is en dat je ook zelfs onderdelen bij je hebt van de Limesweg. Ja, ik heb een paar dingetjes meegenomen. Die zijn toevallig van deze plek ook. Ja, 15 jaar geleden hier geconserveerd, deze eiken paal. Dat is een onderkantje van de palen. Je moet je voorstellen, hier hebben we het monster afgesneden. Er heeft nog zo'n end bovenop gezeten. Ze werden met die punten rond ingejenst. Ja, dus je kunt aan de jaarringen, want ja, die zijn hier heel duidelijk te zien. Ja, hier in de zon, je ziet het nou mooi, hè? Kijk, daar kun je aan zien ook precies in welk jaar dit boompje gekapt moet zijn. Deze hebben we dus succesvol kunnen dateren. Je pakt dan de buitenste ring. Je meet de wijdte van de ringen naar binnen toe. En vergelijkt dat met de eikenjaarring curve die inmiddels tot 5000 voor Christus. Er is zo'n profiel over duizenden jaren. Ja, en dan schuif je die barcode als het ware op zijn plek totdat die klikt. En dan zie je winter 124-25 na Christus is deze boom gekapt. Ach, wat mooi. Mag ik hem even vasthouden? Ja, tuurlijk. Kijk. Let op, deze is een beetje kwetsbaar. Die is vrij zwaar. Ligt dat aan de conservering of aan het eikenhout? Eikenhout is zwaar.
Dit is ongeveer het gewicht, natuurlijk gewicht van eikenhout. Wat een wonderlijk idee dat deze boom dus van 124 na Christus gehakt is. God allemachtig. Geweldig. Bijna 2000 jaar oud. Ja. Want de kijkers wellicht zich ook afvragen, waarom hebben de Romeinen tenslotte gekozen voor de versterking van, zeg maar, de Rijnloop? Waarom hebben ze niet dat kleine stukje Nederland wat er nog te gaan was, niet even erbij genomen? Het antwoord is waarschijnlijk dat het stukje ten zuiden van de Rijn ze eigenlijk ook geen moer interesseerde. Het ging om de Rijn zelf. Als transportader. Als transportader. Omdat die, als je denkt vanuit Midden-Europa, het Duitse Rijnland, wat wel een belangrijk gebied was, met machtige Germaanse stammen aan de overkant, waar een, al heel vroeg een blok met legioenen lag, hè, in Xanten, Neuss, Bonn. Dat was het belangrijke Romeinse blok. Maar dat moest logistiek ingeschakeld worden met de aanvoerlijnen. En één daarvan, dat was de Rijn. Dus je kunt eigenlijk zeggen, de toestand was precies zoals die nu is. Wij danken ons belang eigenlijk aan het feit dat we aan een transportader liggen die ons aansluit op Duitsland. De Europoort. Net als... Kijk, er is geen wezenlijk verschil tussen de Romeinse Limesweg, het Romeinse schip hier, en de situatie van Nederland vandaag de dag. Het is wel een beetje ironisch om het dan maar hier te eindigen bij deze bordkartonnen Hollywood-Romein, waarvan eigenlijk het eigenaardigste is dat die klaarblijkelijk in slaap is gevallen terwijl die stond te poseren. In die zin ook wel symbolisch, de Romeinen zijn in slaap gevallen, hun rijk is in de coulissen van de wereldgeschiedenis verdwenen. En wat eigenlijk aan die hele Romeinse aanwezigheid zo fascinerend is, is dat die aanwezigheid van de Romeinen veroorzaakt werd door precies dezelfde reden die Nederland nog steeds maakt tot een belangrijk, strategisch interessant Europees land. Want waarom waren ze hier? Omdat de Rijn de belangrijkste transportader van West-Europa was. Dat was de reden dat de Limes dwars door de provincie Utrecht liep. Als u denkt, waarom zit hij aan dat rare bureautje? Kijk dan zaterdag naar RTV Utrecht. Zaterdag, Van Rossum vertelt.